Ik ben Tess en dit is Jay en wij zijn van Tess Test. En vandaag gaan we het hebben over, ja, eigenlijk over sekspeeltjes waar je zelf een beetje onzeker van wordt. Ja, want sommige toys die geven je door wat ze zijn het gevoel dat het misschien aan jou ligt. Terwijl dat eigenlijk nooit het geval zou moeten zijn. Nee, ik heb soms echt als ik een toy gebruik. Bijvoorbeeld nog niet zo heel lang geleden nam ik met Chantal van Klimaximaal en Ruud van Miss Poppy een video op over deze toy. En dit gedeelte van de toy kan roteren. En toen ik hem gebruikte dacht ik, ja maar ik voel het bijna helemaal niet. En ik dacht van, is er iets mis met mijn vagina? Heb ik niet genoeg gevoel? Ben ik niet strak genoeg? Wat is er mis met mij? Maar toen ik het aan Chantal en Ruud vroeg, bleek dat zij precies hetzelfde hadden. En zij voelden er ook niks van. Dus het is, ja, het ligt aan de toy die gewoon niet goed ontworpen is. De rotatie was niet groot genoeg, waardoor dat gewoon in de meeste vagina's weinig effect geeft. En dan, ik ga dan toch automatisch twijfelen aan, aan mijn lichaam of mijn beleving of ik het verkeerd doe. Of, ik heb dat ook met bijvoorbeeld dit soort toys. Dit is een solo vibrator dingetje. En heel stom gezegd, ik pas daar niet in. Dus dan denk ik, ben ik dan nou zo raar? Doe ik iets verkeerd? Moet er meer geluid harder doen? Moet ik harder... Nou, dat heb ik met deze gedaan. Ik heb deze nog niet gereviewd en ik denk dat er ook niet een review van komt. Want het is de zoveelste vibrator die zich totaal vacuüm zuigt om mijn penis heen. Met als gevolg dat ik hem deze heb ik letterlijk een half uur lopen klootviolen voordat hij van mijn pik af was. En heb je dan ook, denk je dan ook van, oh, dat ligt aan mij? Of denk je dan eerder van, oh, dat die toy is gewoon niet? Nou ja, ik ben inmiddels zover in mijn leven. Ik ben ook al heel oud. Maar dat ik gewoon accepteer dat mijn lijf is. En dat mijn lijf best oké is. En ik merk ook dat andere mensen zeggen dat mijn lijf best wel oké is. Dus ik twijfel dan niet zo snel meer aan mijzelf. Maar wel voornamelijk aan de toy. Ja, ik denk dat dat ook heel goed is. Dat moet ik zelf ook nog leren. Want ik denk dat dat eerst automatisch van, oh, het ligt aan mij. Terwijl... Ja. Ja, misschien ligt het ook wel aan mijn lichaam, maar want sommige toys die zijn ook niet per se geschikt voor elk lichaam. Nee, bijvoorbeeld duo vibrators. Dit gaat inwendig en dit gaat tegen je clitoris en deze is dan best flexibel. Maar dit moet wel lekker aansluiten. Als dit tegen je G-spot zit, moet de afstand van, is eigenlijk de bedoeling dat tegen je clitoris gaat, moet precies goed zijn. En bij iedereen is die afstand anders, ieders vulva ziet er anders uit. Dus dat past gewoon niet altijd. Nee, en dat geldt voor penissen helemaal natuurlijk en zeker voor toys. Daarom ben ik zo blij met toys als bijvoorbeeld de Hot Octopus Pulse en de Manta van Fun Factory. Omdat die ervan uitgaan dat je penis niet maar één maat hebben. Ze hebben wel zeg maar een gemiddelde maat genomen voor het ding. Maar als die breder is, dan gaan de flapjes uit elkaar en dan past het ook gewoon. En het past eigenlijk gewoon. Het past altijd, of je nou super klein bent of mega groot. In principe, met uitzondering van de echte excessen zeg maar. Past het gewoon. En dat vind ik heel fijn. Maar wat de meeste toyfabrikanten doen, is uitgaan van een gemiddelde. En dat gemiddelde is meestal afhankelijk van waar de toy gemaakt wordt. Het gemiddelde van wat daar in dat land, dan wel dat continent, de gemiddelde lengte en grootte van een penis is. En dat maakt uit. Want het klinkt misschien als een vooroordeel, maar het is echt waar. In Azië zijn de penissen over het algemeen blijkbaar iets kleiner. Want ik merk het heel erg aan toys uit Aziatische landen, dat die meestal wat kleiner ingeschat zijn. En in Europa roepen ze dan, oh, dat is lekker strak. Dat is niet lekker strak, want het is niet oké, want het past niet. Ja, want het is echt heel jammer als je dan zo'n speeltje koopt en je verheugt je erop om het te gaan gebruiken. En in het geval van een masturbator, als het dan niet past. Of ik had bijvoorbeeld deze toy. Dit is van Satisfyer. En die past dus ook gewoon niet bij mij. Als ik dit in mijn vagina doe, dan komt dit niet bij mijn clitoris. En ik snap niet... Ik snap ook gewoon niet hoe het wel kan. Maar bij mij kan het gewoon helemaal niet. En dan is het echt heel jammer als je je geld daar aan hebt uitgegeven. En je denkt, oh leuk, spannend. En dan werkt het gewoon helemaal niet. En dat is natuurlijk lastig. Kijk, wij hebben heel veel toys en we hebben heel veel ervaring. Dus wij kunnen nu zo'n beetje op zich wel zeggen van, nou, dit gaat hem wel worden of dit gaat hem niet worden of dit wordt lastig. En soms vergissen we ons daar ook gewoon in. Ja, alsnog gaat het soms mis. Maar het is... Naarmate je meer toys gebruikt, zal je ook wel leren, denk ik, hoop ik, dat je bepaalde vormen toys gewoon niet voor jouw lichaam geschikt zijn. Ik vind het met duo vibrators, ik kan dat nog steeds niet op het zicht inschatten
of dat bij mij goed gaat passen. En kijk, dit is flexibel, dus dan denk ik, ja, dat moet ook wel passen. Maar dan zit net niet het goede deel tegen mijn clitoris. En dan is het allemaal net niet hoe ik het wil en net niet lekker. Dus dual vibrators gaan bij mij heel vaak dat niet helemaal lekker zit. Maar dat hoor ik ook vaak van andere mensen, dat ze best wel moeite hebben om een goed passende dual vibrator te vinden. En je hebt nu de WeVibe Nova 2. Die is helemaal zo gemaakt dat die echt super flexibel is. En dat is er eentje waarvan ik denk, die zal echt bij heel veel type vulva's, vagina's goed passen. Ja. Dus dat is wel een hele fijne. Maar iets anders. Ik had op Instagram ook gevraagd of jullie ook wel eens onzeker worden voor een tooi over je lichaam of over dat je het verkeerd doet. En heel veel mensen zeiden, ja, van zo'n vibratie-eitje met afstandsbediening. Dit is er eentje met afstandsbediening. Je hebt ze natuurlijk ook met app. Het eitje breng je in de vagina en dan kan je of zelf of je partner kan dan het eitje laten trillen. En dat klinkt echt super spannend. En ik weet nog, jaren geleden, voordat ik zoveel toys had, was ik altijd van, oh, spannend en dat wil ik. Maar in de praktijk voelt het gewoon niet zo lekker. Nee, maar het is ook wel een beetje dat het zeg maar in pornofilms of in dat soort dingen, daar wordt het wel een beetje afgeschoten. En in Fifty Shades of Grey met die balletjes en zo natuurlijk. Ja, dus mensen verwachten er heel veel van, maar die verwachtingen komen eigenlijk nooit uit. Want bij veel mensen, niet bij iedereen, want nogmaals, ieder lichaam is anders, maar bij veel mensen is de binnenkant van de vagina niet per se heel gevoelig voor dingetjes als vibratie. En dit zit gewoon in je vagina. Soms hebben ze een vorm en dan zegt het is voor je G-spot. Maar je G-spot heeft weer wat druk nodig. Dus dat is het ook helemaal niet. Dus je voelt het trillen. Maar het doet verder niet echt wat qua opwinding. En nu kan het wel, stel je voor als je in een restaurant bent of zo, dat het de hele setting het gewoon heel spannend maakt. En dat je daardoor opwinding ervaart. Dat kan natuurlijk gewoon. Maar het gevoel op zich doet voor veel mensen niet zoveel. Waardoor mensen dan aan zichzelf gaan twijfelen van, oh, ben ik niet gevoelig genoeg? Of waarom word ik hier niet opgewonden van? Maar dat ligt niet aan jou. Dat ligt gewoon aan zo'n qua vorm doet het helemaal niks. De vibraties zijn vaak ook niet zo heftig dat het heel veel doet. En de plek waar het vibreert, dat is gewoon niet een plek waar vibraties super veel doen. Nee. Je kan beter zoiets hebben als de WeVibe Moxie. Weer WeVibe. Die trilt tegen je clitoris. Die draag je in je slipje. En dat geeft veel meer stimulatie. Want vibratie tegen je clitoris, dat geeft bij de meeste mensen veel meer effect dan vibratie ergens random in je vagina. Ja, en de reden waarop het in de media en in, zeg maar in films en weet ik veel wat allemaal natuurlijk wel heel erg goed werkt voor die mensen, is omdat het acteurs zijn. Ja, en maar het klinkt ook zo leuk. Van, oh, je doet dat erin en je partner. Het klinkt super spannend. Nee, maar ik zie het bijvoorbeeld ook wel eens een keer op dan zie ik een filmpje van een webcam model die dan de Love and Lush heeft ingebracht. En die ligt dan over de bed heen te stuiteren alsof ze een pneumatische hamer heeft ingebracht. Nou ja, kijk, het kan natuurlijk dat dit net iemand is die dat heel lekker vindt, maar voor de meeste mensen. Ik acht sorry, maar. Ja, iedereen het is kan, anders. Kan. Nee. Weet je, er zijn echt mensen die dat wel lekker vinden. Maar nee, maar er is een verschil tussen lekker vinden en over je bed heen stuiteren vanwege de vibraties die er niet zijn. Nee, kijk, als je een acteur of actrice bent, dan moet je dat een beetje aandikken. Maar hetzelfde geldt voor deze balletjes, waar balletjes in zitten die dan bewegen als je zelf beweegt. Dat is dus iets wat je in Fifty Shades of Grey zag. En hoe heet ze? Anastasia, die kwam er enorm van klaar en zo. Enorm op de is helemaal niet zo. En het kan best lekker zijn en je kan er hele goede oefeningen voor doen voor je bekkenbodemspieren. We hebben een tijd terug de Smart Ball Challenge gedaan, dus zoek dat op als je daarin geïnteresseerd bent. Maar op zich, het gevoel dat dit zo in je beweegt, doet voor de meeste mensen gewoon niet zoveel. Dus dat ligt echt niet aan jou als jij daar niet hartstikke heet van wordt. Het doet gewoon niet zoveel voor je. En voor mij als laatste voorbeeld zijn deze masturbatie-eitjes. Die er van onder andere, dit is eitje van Tenga, maar je hebt ze van allerlei andere merken. Ja, er zit dus een soort sleeve in. Ja, er zit een sleeve in en die moet je over je eikel heen trekken. En dan zeg maar met sleeve en al je penis masturberen. Ik vind het is mijn ding niet. En ik werd er vrij onzeker van. Het was een van de eerste dingen die ik reviewde, omdat ik dacht van iedereen vindt dit toch lekker? Geweldig! Maar nee. Het doet het mij niks. En dat is ook, elk lichaam is anders, elke sensatie is anders. Mijn penis vindt andere dingen leuker dan jouw penis. Soms zijn er overeenkomsten, maar twijfel. De grote boodschap voor mij, voor mensen zoals ik of mensen met een penis, is twijfel niet aan jezelf. Het ligt meestal gewoon, of het speeltje is niet compatible met wat jij lekker vindt, of het is gewoon slecht gemaakt. Ja, nee, ik had dat bijvoorbeeld met deze van Hot Octopus. Die moet je dan zo even kijken, zo om je vinger dragen. En waren ook best wel wat andere reviewers waren hier heel enthousiast over. Maar voor mij, als ik hem aanzet,
zodra het tegen mijn lichaam aangaat, dan verdwijnt een heel groot deel van de vibraties. En hier heb je dan aan één kant je vinger er tegen, aan de andere kant je lichaam. Dus ja, voor mij doen die vibraties gewoon echt bijna niks meer. En daardoor had ik echt het idee van, wat is er nu weer mis met mijn clitoris? Ja. Maar ja, dit zijn gewoon ja, een soort vibraties. En ja, met die demping erbij, iets wat voor mijn lichaam niet werkt. En daar kan ik me dan heel rot om gaan voelen. Maar weet je, er zijn heel veel andere toys die wel heel goed werken voor mijn lichaam. En ja, ik denk dat het belangrijk is om de gaten te houden van, ja, jou, wat voor jou werkt, hoeft niet per se voor iemand anders te werken. En ja, in mijn reviews probeer ik ook altijd wel een beetje uit te leggen van, nou ja, voor zo'n persoon zal dat misschien wel hartstikke lekker zijn. Maar ja, voor mij niet omdat. Dus ja, daar zit heel veel verschil in. En ja, hoe, wat je ook zei, hoe vaker je toys gebruikt, hoe meer je erachter komt wat wel of niet werkt. En ja, soms heb je ook gewoon nog toys zoals ja, deze, de Beard Obi, die echt mijn clitoris een blauwe plek gaf. Waarvan je dan echt wel duidelijk kan zeggen van, joh, deze toy is niet goed. En ja, dat is dan heel jammer. En zeker omdat ze dan zelf zeiden van, ja, dan gaan we nog een blogpost schrijven over hoe je dat dan zou moeten gebruiken. En wat je dan wel en niet moet ligt doen. Ligt aan jou, het ligt niet aan ons. Nee, dan denk ik, ja, nee, de verantwoordelijkheid ligt niet bij mij als gebruiker. Dat ik allerlei voorzorgsmaatregelen moet nemen. Je moet je toy zo maken dat er niet iets tegen iemands clitoris aan stamt, zeg maar. Ja, oh, en wat ik ook nog wilde zeggen is, G-spot vibrators, die werken voor mij ook eigenlijk nooit, tenminste niet op de manier dat je ze gewoon inbrengt en dat dit dan tegen je G-spot vibreert. Dus heb ik echt super veel G-spot vibrators, waardoor je het idee zou krijgen dat je een G-spot orgasme zou kunnen krijgen ja, door alleen de vibraties. En ja, misschien dat dat voor sommige mensen ook zo is, maar ik weet van mezelf en ook van best wel wat andere mensen dat dat niet zo is. En ik heb echt wrijving nodig tegen mijn G-spot, dus ik hoef in principe de vibraties niet eens aan te zetten. Als ik gewoon maar die beweging maak, dan komt het helemaal goed. Maar gewoon vibraties tegen mijn G-spot, dat doet het niet. Maar het is wel een hele leuke vibrator. Want je kan hem ook gebruiken voor je clitoris. En dus de vorm is helemaal goed. Maar ja, G-spot vibrators op zich is ja, voor mij ook wel een dingetje. Ja, dus nee, ik ben wel heel erg sekstoy fan. Maar ja, er zijn dus wel heel veel toys waardoor je kan denken van, joh, wat is er nu mis met mij? Ja. Nou, helemaal niks. Nee, precies. Er is niks mis met jou. Nee, er is echt niks mis met jou. En er zijn ook mensen die reageerden ook. Die zeiden tegen mij van, joh, ik heb dat eigenlijk met alle speeltjes. Want het voelt nooit lekker. Of het doet bij mij pijn. Of de stimulatie is niet hard genoeg. Dat kan. Je bent echt niet raar als seksspeeltjes niet voor jou zijn. Of als je het nog niet de juiste gevonden hebt. Weet je, dat kan allemaal. En ja, het ligt echt aan de toy en de compatibility met jouw lichaam en niet dat er iets mis is met jouw lichaam. Nee, precies. Nou, wij hebben gesproken. Als je het interessant vond of leuk vond, druk even op duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, zou je het heel leuk vinden als je dat nog wil doen. En nou, volgende week zijn we weer met een nieuwe video. Doeg! Doeg.